Hallo allemaal, goedemorgen en welkom terug. Oh, ik ben nog steeds dood en doodziek. Gisteren de nacht was afschuwelijk, was echt niet te harde. Mijn naam is Vidioot. En ik ben een diehard fan van deze mevrouw, burgemeester Femke Halsema. De allerleukste en allerbeste burgemeester in de hele wijde wereld. Of all time. En vandaag ga ik weer wat reguliere supermarkten producten aanprijzen. En omdat ik me zo waardeloos voel, zat ik te denken aan thee. Wat is nou de lekkerste thee ter wereld? Dat is een wat complexer verhaal. Kijk, als je ziek bent, voel je niet lekker. Dan is koffie. Ja, bij mij werkt dat niet. Ik heb namelijk grote problemen om dingen binnen te houden. Dus dan komt alles eruit. Dus koffie, dat kan niet. Dat doen we even niet. En dan is thee heel lekker. En ik woonde vroeger buiten Amsterdam, kortstondig. En daar was een markt en er stond een vent op de markt die verse thee verkocht. Dus je kon gewoon per zoveel gram of per 100 gram kon je thee bij hem kopen. En hij had... Dat is niet normaal. Wat 50 soorten thee. Opium thee, jasmijn thee, Sichuan thee. Oh, we waren zo verwend. Maar helaas werd die meneer heel erg ziek. Hij kreeg keelkanker en daarna ook maagkanker. Hij zei een grote dikkerd. Ja, toen overleed hij. Het was echt zo zielig voor hem. Dus toen verdween ook zijn theekraam, zeg maar. En die theekraam van hem die was echt hartstikke succesvol. Mensen kwamen van heinde en verre naar die markt rijden om thee in te slaan. En ik zal heel eerlijk bekennen, ik ben dat nooit meer tegengekomen. Ik ben nooit meer een tent tegengekomen waar ze verse thee verkopen per zoveel gram. Dus de lekkerste thee, ja, ergens bij een theekraam, als je er eentje kan vinden. Of een thee-speciaalzaak of zo. Of misschien online. Maar ja, dat vind ik allemaal een beetje te veel moeite. Want ik ben lui wat boodschappen doen betreft. Dus ik zeg, dit is de lekkerste thee. Dit is Chaigur. En dit is de Original Rize. En dat is Turkse zwarte thee. Is dat, en die zou je moeten kunnen vinden bij een willekeurige Turkse slager, Turkse groenteboer, een Turkse supermarkt. Zoals je ziet heb je ze in verschillende smaken. Deze, die is wat zoeter. Deze is het donkerst en het zwaarst. Maar ik haal deze. Deze vind ik de lekkerste. Het is 500 gram. En daar ben je ongeveer twee zoveel voor kwijt. Maar die 500 gram, dat is waanzinnig veel is dat. Dat krijg je niet zo makkelijk op. Dus daar doe je heel, heel lang mee. Dus dit is vele, vele malen goedkoper dan in de supermarkt. Ik drink het niet in van die prachtig mooie kleine Turkse glaasjes. Want ik wil gewoon een grote kop thee. Ik wil gewoon een mok, wil ik. Want ik ben boer-Hollander. En als ik zo'n klein kopje... Ja, dat doet helemaal niks met mij. Dan moet ik 5 van die kopjes drinken. Dat vind ik niks. Dat is ook een beetje het idee, hè. Dat je er een hele pot van zet. En dan een paar van die kleine glaasjes neemt. Daar heb ik het geduld allemaal niet voor. Dus wat ik doe, is ik neem er gewoon een grote mok mee. Ja, ik vind dit een echte aanrader. Ik ben helemaal geen liefhebber van thee. Ik zou het nooit bestellen in een restaurant. Of als ik bij mensen op visite ben en ze zeggen, wat wil je drinken? Nou, dan zeg ik geen thee. De enige keer dat ik eigenlijk thee drink, is als ik heel uitgebreid meer gangen heb gegeten in een... in een Chinese restaurant, weet je wel. Dan wil ik wel groene thee achteraf, zo'n potje. Dat vind ik wel lekker om de boel een beetje te blussen. Trouwens, dit is wel heel duur, man. $9,66. Oh, maar dat is 1000 gram. Nou, dan vind ik het nog belachelijk duur. $9,66 voor een kilo. Ik betaal 2 zoveel voor 500 gram. Ik snap niet waarom het zo duur is.
bij hun. Maar goed, dat doet er niet toe. Als je een beetje zoekt, kun je het nog wel goedkoper vinden ook. En anders neem je een kleinere verpakking. Nee, als je zegt, het is te veel voor me. Hier staat. Ja, ook een beetje raar. Maar goed, lieve mensen, dit is naar mijn bescheiden mening de lekkerste thee die er is. Ik zou zeggen, scoort gewoon 500 gram. Wat kun jij dan schelen? En dit ding, dat lipje wat erop zit, dat kun je heel makkelijk losmaken en weer vastplakken. Dus je hoeft hem ook niet in een mooie pot te doen of wat dan ook. You are set. Let u op, mevrouw de burgemeester. Heel veel koffie drinken is slecht ook voor je tanden. Je krijgt helemaal aanslag op je tanden. Het is slecht voor je maag. En je wordt er zo opgefokt van. Dit is hem. Dit is de lekkerste thee die er is, die normaal verkrijgbaar is. Bij mij in de buurt althans. En anders moet je een beetje zoeken. Maar geloof me nou, dit moet goed te vinden zijn. Lieve mensen, dat was hem weer. Ik ga er een kop thee in gooien. En dan ga ik dit levenloze karkas richting de supermarkt slepen. Voor citroenen. Oh, ik voel me zo slecht.